Het vernieuwde Musis Sacrum is samen met 9 anderen genomineerd voor het BNA Beste Gebouw van het Jaar. Deze prestigieuze architectuurprijs komt tot stand in samenwerking met Volkskrant. Het bouwproject is samen met 9 andere gebouwen gekozen uit 110 inzendingen. Architect Patrick Kosjoeg vertelt wat volgens hem zo bijzonder is aan zijn creatie. Wat het heel bijzonder maakt is het raam op het park met de prachtige bomen en zicht op de Singel. Ja, want daar heeft u speciaal op gelet toen u het ging ontwerpen. Wij hebben eigenlijk als uitgangspunt gehad dat we natuurlijk het monument was het icoon voor ons. We zijn altijd op zoek natuurlijk naar het bijzondere en een uitbreiding. En dat wilden we heel zorgvuldig vormgeven. Te zien dat het gebouw zich in het park bevindt. Ja. Dus ons idee was eigenlijk om een soort ingetogen uitbreiding te maken. Dat we het monument en het icoon laten. Wat ook voor de Arnhemmers gebouw is dat hier voor herkenning heeft en denk ik omarmd wordt. En dat transparante paviljoen en dat park met zicht op dat park, dat was eigenlijk een soort ingetogen toevoeging. Het publiek kan via internet meestemmen voor de prijs.